De bank, dat is het enige publiek wat we vandaag hier in Parkstad Limburg Stadion hebben. De bank van Roda en de bank van VVV. Als de gasten uit Noord-Limburg het veld hebben betreden, die spelen in een opstelling in een 4-3-3 formatie, zoals dat heet, met een keeper erbij natuurlijk. Dus volgens Van Gaal moet je dan zeggen 1-4-3-3. Dus Da Kraka is terug in de basis. Samen met Stan van Dijk gaat hij het centrale duo vormen in de verdediging. Met op de zijkanten Pacionik, die ook weer terug is in de basis. En Simon Jansen, dat is de linker vleugelverdediger. Op het middenveld Smans, Post en Van Rooyen. Daar Pacionik dus terug. En voorin Roemer, Braken, Sven Braken en Juri Schrooien. Daar is Nick Vossenbelt. Hij is de vervanger vanavond van de geblesseerde Robert Klaassen. Het slot op de deur vaak op het middenveld van Roda JC. Hij er dus vandaag niet bij. Nick Vossenbelt neemt zijn positie in samen met die kleine Bucciari. Dat zijn de twee echte mensen op dat middenveld die het moeten gaan verdelen. En dan heb je verder nog Xian Emmers die met het puntje naar voren speelt. Zoals Jurgen Streppel graag pleegt te spelen. Limbombe vanaf de rechterkant. Vent in het centrum en Fluke vanaf de linkerkant. Van Dijk en Braken. Aan de andere kant ruimte. Daar dus. Heel veel ruimte. Misschien wel de kans voor het schot. Post moet hem dan terugkrijgen. Krijgt hem uiteindelijk niet terug. Dan Juri Schrooien weer. En Post. Aangenomen is goed. Nou, daar had best meer in gezeten voor Roemer. Bucciari. Het zijn aparte duels tussen die Bucciari en Danny Post. Nu Absalem, goede bal. Absalem in het overzicht. Weggekopt door Jansen. Paas lukt niet op Emmers. Da Kraka. Van Krooi, terwijl naar Van Dijk wat weggleed, maar op tijd weer op de been is. Post. Goeie bal op Roemer. Roemer is weg voor de goal. Daar Smans en de eerste corner voor VVV. Twee man daar klaar voor die hoekschop. De trap is van Smans. De kopbal is goed. Van Stan van Dijk, maar naast de goal. Fluke. Handig gespeeld. Emmers, combinatie met Fluke. Daar is Xian Emmers. Oh, dat is een mooie beweging. Xian Emmers. Maar tegen Van Krooij aan. Eerste, nou tweede kans nu voor Roda. Terwijl op het middenveld daar Post erbij is gaan liggen. En dit ziet er niet goed uit. Als de aanvoerder gaat zitten, ja, voelt het Danny Post. En dat betekent dat Roda gaat toezien dat de aanvoerder van VVV eruit moet. Daar, kijk, daar gaat hij zitten. En daar is het in het duel met Xian Emmers. Dat hij voelt dat er iets knapt. Dat lijkt me een hamstring. Een einde oefening voor Danny Post. En Kees de Boer is zijn vervanger. Oudspeler van Swansea, ADO en Volendam. Hij dus als de vervanger van Danny Post. En dan zal hij zich wellicht gaan bemoeien met Bucciari. Terwijl Da Kraka de aanvoerdersband krijgt. Fluke niet bereikt. Poging van Marzo. En dan wanneer de overname er is bij de gasten van VVV. Overtreding op de opkomende Jansen van Marzo. De vrije trap dus voor de gasten uit Noord-Limburg. En nu komen ze. Da Kraka, Van Dijk. Post er dus niet meer bij. Ook Kees de Boer meldt zich aan het front. Braken staat daar. Kopbal is van Van Dijk en het schot is goed van Van Rooyen. De bal valt in één keer voor zijn voeten bij Mitchell van Rooyen en haalt brutaal uit.
in de handen van Rody de Boer. Vossenbelt. Emmers gaat. Houdt die bal nog binnen en haalt er dan het maximale uit. Dan wordt de werklust van Emmers toch beloond met de corner. Ushuari. Emmers probeert het met een hakje. Daar heeft Jensen wat last van zijn hoofd. Onderste paal zeg. Dat is een aardige poging van Pfluke. Die haalt daar in één keer uit. En dan heeft Van Krooi mazzel. Ja, het scheelt niets. Bal blijft liggen. En dan Pfluke. En de paal wordt nog geraakt. Mans. Daar, Braken legt klaar en dan kan dat de goal vallen. En die valt er niet. Oh, wat een kans zegt voor Kees de Boer. Uit het niets wordt de aanval opgezet. Krijgt de Boer de absolute kans van de wedstrijd. En die schuift hem naast de goal van Rody de Boer. Absalem. Limbombe weggestuurd. Van Dijk is weer gaan liggen. Dan is Vente daar weg. Limbombe moet eerst nog maar eens Pacionek voorbij. Limbombe, Pfluke. Pfluke, wat een aanname. Goed gedaan zeg. En, jongen, dat is toch ook weer een kans zeg. Nu voor de opgekomen Marzo. Stefano Marzo. Limbombe. Heeft oog voor Pfluke. Die houdt het overzicht. En Marzo tegen Van Dijk aan. Jensen raakt die bal niet goed op de hoekschop van Pfluke. Bijna een half uur gespeeld en Van Krooi neemt weer de tijd. Emmers. Pfluke. Buitenom komt Marzo weer. Pfluke doet het zelf. Oh, de goede bal op Vente. Maar die schiet hem recht in de handen van Van Krooi. Weer een goede aanval van Roda dat een treffer verdiend had. Maar de ploeg van Luukai heeft het aardig dicht staan. Mogelijkheden om tussen de linies een man te bereiken. Die zijn nauwelijks gevonden door de ploeg van Roda. Misschien nu met Pfluke. Aan de andere kant Absalem is sneller dan Roemer. Maar dan moet je de bal nog meenemen. Marzo. Jensen weer. Joppe, beweging bij Emmers, die zich goed doorzet. En dan nu het schot van Pfluke. Nou zeg, dat scheelt niks. Helemaal vrij daar in één keer weer Patrick Pfluke. Emmers zet goed door, wint het van Dijk. Een metertje scheelt het. Beweging bij Vente, maar Bouchouari durft de paas niet aan. Joppe. Emmers. Goed weggedraaid van Da Kraka. Emmers. Had hem ook mee kunnen geven aan Pfluke. Die liep naast hem. Maar Emmers kiest zelf voor de actie. Daar nog eens kijken naar die goede verdedigende actie van Joppe. Geweldige sliding. En daarmee Smans van de bal af. Op Salem. Limbombe. Brian Limbombe. En nu wel een hoekschop. Daar dus. Bouchouari. Nou, niet op doel. Herkansing. Doorgaan is dan van Joppe. De vraag is om een corner. En die krijgt hij niet. Toch een aardig genomen hoekschop hoor. Met de bal recht in de voeten. Bij Bouchouari. En de rebound wist Joppe niet binnen te brengen. Kijk, daar staat Bouchouari op de rand van de 16. Het is jammer dat hij die uithaal niet op doel krijgt. Pfluke. Komt het dan weer van een ingeving van hem. Vossenbelt. Boyoyoy. Daar zit men tussen.
En daar is het VVV dat er nu uit is. Met Braken. Braken nu. Maken. Dacht ik krul hem in de verre hoek. Maar dat lukt uiteindelijk niet. Wel een goede actie van Karel Johansson. Ik ben bang dat we vanavond geen doelpunten gaan zien in het koude Kerkrade. Nu de kans. Oh nee. Seintje mist hem. Voorzet van Absalem. En Seintje krijgt hem niet op doel. Dan Vossenbel draait hem. Maar niet hard genoeg naar de hoek toe. Nou, dan heb je in één keer zo'n opleving. Maar deze Seintje zomaar de wedstrijd open had kunnen breken. Absalem gaat goed door. Seintje. En die mist hem. Het probleem van het afmaken. Dat komt weer bloot te liggen voor Roda in deze wedstrijd. Het heeft best wat kansjes gehad. Overigens geldt dat ook voor VVV. Maar beide ploegen hebben dat laatste zetje niet kunnen geven. Nu ingeleverd. Bouchouari op Leliendal. Martso verdedigt keurig netjes. Stefano Martso, de Belg. Fluke is de boer kwijt. Fluke nu zelf. Jubitana. Seintje. Lijkt wat te hoog geven been van de boer. Dan Vente en nu Absalem. Absalem. Wie loopt daar nu naar die bal toe, jongens? Er moet wel iemand wat doen op de voorzet van Amir Absalem. Geen doelpunten vanavond in Kerkrade bij de Limburgse derby tussen Roda JC en VVV. We moeten het doen met hetgeen we gezien hebben. En dat was bij Vlaag aardig, maar bij Vlaag ook niet echt van hoogstaand niveau. Het is jammer, maar het is niet alles. De Limburgse derby tussen Roda en VVV eindigt in gelijkspel.